welkom, mag ik u allen welkom heten op Kasteel op Hemert. Ik vind het fantastisch dat ik deze prijs, een promotiefilmpje voor mijn prachtige bed and breakfast, heb mogen ontvangen. We hebben het al zeer prettig ervaren dat u de moeite heeft genomen om ons persoonlijk te bellen met de vraag of wij een gratis plaatsing wilden op uw site. U begrijpt dat het begrip gratis plaatsing in tijden van hoge personeelskosten natuurlijk bijzonder aangenaam is. Loopt u maar even met me mee. Wat ons heeft overgehaald om ons aan te melden voor uw site, dat zal ik u vertellen. U biedt 1 abonnement aan en niet 7 verschillende mensen van die goed bedoelde aangeklede abonnementen of uitgeklede abonnementen dat ik moet kiezen. Ik moet al zoveel kiezen. Een abonnement waar je alles voor krijgt en niet onbelangrijk voor een opvallend lage prijs. Begrijpt u? Niet iedereen kan die hoge prijs opbrengen. Ik in ieder geval niet. Onze familie is altijd zeer gematigd geweest wat betreft uitgaven en presentatie, begrijpt u? En dat u dan ook nog eens de 30ste bezoeker of aanmelder verrast met een cadeautje van een gratis promotiefilmpje, dat vind ik enig! Het heeft ons zeer verrast! Dit is natuurlijk de rode kamer voor intieme dineetjes. Wat ons in deze dure tijd kan helpen kosten te besparen, is natuurlijk mooi meegenomen. En uw bed and breakfast short stay site komt nu eindelijk eens met gulden prijzen. Heerlijk die geur van lavendel, echt zo'n oude kasteelgeur. U begrijpt, onze familie, wij zijn geen kuddedieren. We proberen graag van alles uit zonder enig vooroordeel. Onze konijn. Heeft u onze trouwzaal al gezien? Psst. Ik kan toch wel mijn abonnement weer opzeggen. Nou ja, gaat ze op uw site staan. Wij komen om onze gasten zo goed mogelijk naar de zee te maken. Gewoon handen tekort. Zo, heel goed. Dankjewel. Wat ik ook voortreffelijk vind van uw site is dat u shortstay apart vermeldt.